Teksten op de skatebaan, grappige tekeningen op muren en levensgrote kunstwerken midden in de natuur. Graffiti is overal. Maar het spuiten ervan mag niet overal. Wat deze groep hier doet is hartstikke verboden. Toch werden vorig jaar zo'n 9000 treinen ondergespoten en die moesten ook allemaal weer schoongemaakt worden. Op het moment dat de graffiti eraf gehaald wordt, betekent het ook dat we schade hebben aan de trein. De verf die eronder zit wordt telkens minder. Dus die moet over daarna weer hersteld worden. Dus voor ons is het echt een vernieling van de trein. Op veel plekken is graffiti spuiten dus illegaal. Iedereen die gepakt wordt kan een boete van €150 krijgen. De schoonmaakkosten komen daar nog bij en alle spuitbussen moeten worden ingeleverd. De laatste jaren neemt het graffiti spuiten op treinen toe en de Nederlandse spoorwegen is dat zat. Het schoonmaken van de treinstellen kost miljoenen per jaar. En daarnaast, als dat moet gebeuren, zijn de treinen ook niet inzetbaar voor de dienstregeling. Dat betekent dus ook dat we die treinen niet kunnen gebruiken voor extra zitplaatsen. Het spuiten op treinen gebeurt vooral 's nachts als de treinen stilstaan. En hoewel er grote hekken omheen staan, lukt het graffiti-spuiters vaak toch om bij de treinen te komen. De NS heeft verschillende dingen bedacht om hier iets tegen te doen. Hekken die omklappen als iemand eraan gaat hangen bijvoorbeeld. Op het moment dat je aan de bovenkant gaat hangen, nou ja, dan val je achterover en dan wordt het vrij lastig om erin te gaan. Ook komen er dit soort matten. Loopt iemand eroverheen, dan krijgen beveiligers een seintje. Die kunnen dan een drone de lucht insturen om de graffiti-spuiters te filmen. Die beelden gaan dan naar de politie. De NS hoopt dat het graffiti-spuiters afschrikt en er minder treinen worden beklad.